Ik heb een aantal bladzijden van jouw boek gelezen. Mm-hmm. Trouwens, die kan iedereen lezen, hè? Ja, kan iedereen lezen op de website. Ja. Ja. Maar dat is een heftig verhaal. Ja. Vond je dat zelf ook niet? Ik ga een heftig verhaal nu neerschrijven. Nee, wat het heel persoonlijk is. Het is eigenlijk heel speels begonnen. Ik ben eigenlijk op een website begonnen waar schrijvers zich profileren in de vorm van het schrijven van artikelen. Daar ben ik zelf een artikel gaan schrijven. En ben ik eigenlijk zo speels als het boek begint eigenlijk begonnen met te vertellen hoe dat het mij is overkomen. Ik heb haar leren kennen, vervolgens word je verliefd. En voordat ik het in de gaten had, overkwam mij het een en het ander. Maar je werd letterlijk echt een bezit van haar. Zo zou je het kunnen zien, ja. Want de titel geeft dat van je boek ook aan, hè? Ja. Ze kreeg een vinger, maar ze pakte mijn hele lijf. Ja. De titel houdt alles in eigenlijk, ja. En wat is alles, Sjoerd? Wat er eigenlijk gebeurt als in relatie met iemand met een borderline stoornis, wat er eigenlijk gebeurt is dat je op een normale gezonde manier iemand leert kennen. Op het moment dat je vat op elkaar begint te krijgen, hè, een echt verliefd wordt. Jullie waren smoren verliefd op elkaar. Smoren verliefd, ja. Ja. Er zijn ontzettend leuke dingen gebeurd, zeker. Ja. 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 En op het moment dat je daarin zit, kun je er eigenlijk niet meer uit. En er gebeurt er zoveel om je heen. Ja. Dat je niet eens meer inziet wat er aan het... Je hebt bijna niet meer in de gaten van wat er allemaal gebeurt. Nee. Hoe je als het ware ingepakt wordt door die ander. Ze hadden mij een klap in mijn gezicht kunnen geven, dan had ik het nog niet gezien. Ja. Ja. En wanneer ben je er toch achter gekomen van... Ja, ik ben helemaal het bezit van die ander geworden. Ik ben geen vrij mens meer. Mm-hmm. Dat is eigenlijk gekomen op het moment dat die persoon zelf heeft gezegd... Ik heb gevoelens voor iemand anders. Ze had op dat moment gevoelens voor iemand anders. En nou goed, je zakt sowieso onder de grond in een relatie. Als je van iemand houdt en je gaat voor iemand. En die persoon zegt van nou, ik vind eigenlijk iemand anders leuker. Nou, dan voel je je al heel verdrietig. Want dat hoort eigenlijk niet helemaal bij borderline, heb je begrepen. Als ze eenmaal iemand hebben, dan willen ze die vast blijven houden. Nou, wat vooral erbij hoort is het afstoten en aantrekken. Ja. Op het moment... Dat iemand je afstoot, hè, dat gebeurt ook wel eens in een relatie. En dan kan dezelfde minuut nog, dezelfde half uur, kan het nog voorkomen dat ze je aantrekken. Ja. En dat afstoten aantrekken is een soort elastiek, een soort jojo effect, waar je helemaal aan onderdoor gaat. Ja. Er zijn er een heleboel kenmerken beschreven, symptomen beschreven, die allemaal met borderline te maken hebben. Het zijn er zo'n 9, heb ik begrepen. En als je er dan aan 5 voldoet, dan behoor je tot borderline. Ja, ze zeggen het. Als ik naar dat boek van jou zat te lezen, dan klopt dat ook wel. Hè? Ja. Want eigenlijk zijn al die symptomen wel terug te vinden. Ja, over het hele boek zijn die inderdaad... Het impulsieve gedrag. Hè? Ja. Ik heb wisselende stemmingen. Ik heb het zelf geschreven natuurlijk vanuit mijn eigen ervaringen. En niet vanuit een handleiding welke symptomen horen daarbij. Maar vooral ook omdat ik het verhaal kwijt wilde. Hè. Daarom boeit het verhaal ook zo, volgens de lezers. Nou, het is dus geen wetenschappelijk verhaal, hè, wat jij geschreven hebt. Nee, totaal niet. Nee. Het is zelfs... Maar het leuke daarvan is, tenminste het mooie vind ik dan, dat je wel die wetenschappelijk onderzoek wat allemaal heeft plaatsgevonden, dat je die symptomen daarvan bijvoorbeeld allemaal weer terugvindt in jouw boek. Ja, het is gewoon zo. Hè. Dat is toeval, zou je kunnen zeggen, maar het is gewoon zo. Wat ik eigenlijk vooral geprobeerd heb, is vanuit de visie van de partner, geprobeerd om het samenleven met iemand met een borderline stoornis te beschrijven. En dat zonder zware psychologische termen, maar vooral vanuit klare taal, recht voor zijn raap, gewoon zoals ik ben. Ik heb het zelf meegemaakt, verteld hoe het is om met iemand samen te zijn. Dat verhaal heb je ondertussen ook gedeeld met iemand anders, want ook in jouw leven is iemand anders verschenen. Ja, ja, inderdaad. Wordt hij een beetje belast of niet belast met jouw verleden? Nou, we hebben daar samen in die ontwikkeling hebben we daar samen ingestaan. Het is voor mij natuurlijk een verwerkingsproces geweest. Je zou kunnen zeggen een rouwproces. Ja. Want ik ben zo'n 8 jaar samen geweest met die persoon. En heb je toch een rouwproces. Je zou kunnen zeggen, dat heb je alleen bij iemand die doodgaat. Maar dan heb je net zo goed als je een lange relatie afsluit. Je kunt dat niet helemaal afsluiten. Hè? Je hebt 8 jaar heb je echt intensief met elkaar samengeleefd. Je denkt zeer intensief als je dit verhaal leest. Ja, en je gaat voor iemand. Ja, en je gaat ervoor. En daarnaast heb je ook nog een kind samen. Ja, kun je niet omheen. Hè? Daar kun je dus niet omheen. Nee. De ander waarmee je nu samenleeft, die zal ook dat kind mee moeten, opvoeden. Ja.
En misschien blijft er dan ook altijd toch iets van een stukje spanning zitten. Ja, spanning hou je altijd. Het is natuurlijk de kunst voor mij in deze om objectief te blijven en om te kijken naar de zorg van het kind, ja. van ons kind. Ja. Het is duidelijk een heel goed ervaringsverhaal. En waarom is het een goed ervaringsverhaal? Ik heb ook de recensies gelezen. En die geven aan, denk dat er toch meer dan waarschijnlijk mensen in de gaten hebben. Er heel veel mensen zijn die met borderline te maken hebben. Klopt, ja. Ofwel het zelf hebben, of iemand van hun vriendenkring of kennissenkring hebben. En die zich dat beeld, of zich in dat beeld goed herkennen. Ja, klopt helemaal. Waarschijnlijk heeft dat jou goed gedaan, als je die recensies leest. De eerste keren dat ik reacties kreeg op het boek, kwam dat heel erg op me af. Want... zoals ik al zeg, ik moest het verhaal kwijt. Het is in een sneltrein geschreven, zo leest het ook. Er zijn mensen die lezen het in 5-6 uur tijd en 1 ruk uit. En vervolgens krijg je na een tijdje reacties. Nou, de eerste reacties die ik kreeg, die kwamen soms midden in de nacht, kwam er een mail. Dan lees je 's morgens een mail, nou, daar word je dus mee wakker. Dat mensen zeggen van, nou, dit lijkt als 2 druppels water op mijn leven. Ja. En dat is best wel heftig, ja. Hoe was de reactie van de familie? Want ik kan me voorstellen, goed, als je een boek schrijft, maar ja, het is een verhaal wat ver van de werkelijkheid vandaan staat, of het is een fantasieverhaal, dan ligt het natuurlijk toch heel anders. Want je familie, je vrienden, je kennissen, die weten dat het een persoonlijk verhaal is. Ja. En die reageren daar waarschijnlijk altijd toch anders op dan dat ik dat bij wijze van spreken doe, Sjoerd. Ja. Ja, wat vooral is eigenlijk, is dat mensen zeggen, we hebben dit nooit geweten. Had het ons maar verteld. Ja. Maar dat kon ik niet, want ik zat er middenin. Ik zag het niet eens. Ja. En achteraf, zeg ik, vallen er heel veel dingen op mijn plaats. Hè. Door het schrijven van een boek ook, ben ik erachter gekomen dat heel veel dingen achteraf te verklaren zijn. Maar jouw kinderen, en vooral die directe familie, hebben dat nou begrepen? Of zeggen zij van... Nou ja, ze begrijpen zeker wat ik geschreven heb. Ja. En ook daarin krijg ik steeds meer reacties van, en dit was er nog, en dit was er nog. Dus ik had het boek veel dikker kunnen maken. Maar ik heb het gewoon lekker gelaten bij hoe mijn visie was. Ja, ja nogmaals, het is een heel mooi persoonlijk geschreven verhaal. Goed leesbaar, dat is toch een kunst. Ik weet niet waar je de kunst vandaan haalt. Heb je daar een hulp bij gekregen? Nou, ik ben eigenlijk in schrijven een beetje opgevoed bij de politie. Ik heb bijna 10 jaar bij de politie gewerkt. Daar heb ik proces-verbaal leren schrijven. Nou, dan moet je ook in klare taal. Ja, dat zijn meestal korte verhaaltjes. Dat zijn korte verhalen, ja. 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 Zo is het ook begonnen, in korte stukken. Ja. Het leest nogmaals erg goed. U gaat het denk ik ook in deze contrij promoten binnenkort. Ja, binnenkort 14 maart in de plaatselijke boekhandel hier in Baal-Nassau. Ja, daar kunnen mensen voor intekenen, Sjoerd, of hoe kunnen dat de luisteraars doen? Ze kunnen zich via de website opgeven. Ik weet niet of ik die zo mag vernoemen, die website. Ja, ja nee, die mag je rustig vernoemen. Dat is www.sjoerdjong.nl. En via de website kunnen mensen zich opgeven voor die avond. Daar staan ook alle details op. Ja. Je vertelde daar straks nog iets, dat er iemand nog een recensie of een stukje zou schrijven voor ons weekblad. Ja. En dat is een bekend figuur in Baarle-Nassau. Ja, Anton vertelde, die zou een stukje schrijven. Die is zelf aan het lezen. En die zou binnen nu en 2 weken zal er een stuk in het Ons Weekblad die komen. Heeft zelf ook een goede schrijfpen, maar ja, dat weet u waarschijnlijk. Hè? Ja, ja. U kent hem vanuit het vroegere verleden, want wat ik de luisteraars nog niet verteld heb, maar Sjoerd, jij bent afkomstig van Baal-Nassau. Ik ben afkomstig van Baal-Nassau, ja. Ja. Vanwege het onderwerp schrijf ik dit onder pseudoniem. Nee, dat kan ik me ook voorstellen, want Maaike is niet de echte naam. Nee, zeker niet. Nee. Ik wil er niemand mee tenen been schoppen. Ja. Ik wil vooral positief kijken naar dit geheel. Wat ik daar straks ook al aan jou vroeg, maar dat was nog voor de uitzending van... Heeft jouw ex, zeg maar, jouw vroegere partner, dit verhaal ook al gelezen? En heb je daar een, zeg maar, reactie op gekregen? Ja. Daar was ik erg benieuwd naar. Ja, goed, voor zover ik begrepen heb, heeft ze inderdaad het verhaal gelezen. Wat is ook haar verhaal, haar leven, hè? Het is haar levensverhaal. Het is haar leven, maar dan vanuit mijn ogen. Vanuit jouw ogen, ja. Maar ik zou kunnen kijken dat zij jou ook weer een reactie op daar geeft en zegt van, hey, er zijn ook elementen bij die ik nog niet gezien had of niet zo gezien had. Ja, ja goed, wat ik vooral begrepen heb is in het begin was ze natuurlijk boos, woedend en begrijpelijk. Hè, want het komt nogal aan, het is confronterend. Als een ex-partner iets over je schrijft, dat is heel erg confronterend. Dat kan ik me ook voorstellen. Heb jij haar ooit verteld van, ik ga het aan het papier toevertrouwen? Nee, want dan was het zover nooit gekomen. Nee.
Nee, dat denk ik niet. Volgens de symptomen dan denk ik dat. Dan had het inderdaad waarschijnlijk nooit zo gebeurd. Dan had ze dat nooit... Nee, ja. Was er nooit toegestaan. Ja. Als je nou terugkijkt naar hetgeen wat je neergeschreven hebt... Wat is dan jouw eigen idee over het boek? Zeg je van, nou, als ik het nog een tweede keer zou moeten schrijven... dan zou ik precies hetzelfde schrijven? Of ondertussen heb je misschien toch weer wat zaken waarvan je zegt... Hey, dat heb ik van vrienden me toevertrouwd gekregen of anderen? Nou, ik zou geen dingen veranderen, want dit is mijn verwerking. Zo zie ik het eigenlijk. Want buiten dat ik naar haar kijk, naar het leven met haar kijk... komt er ook een heel groot stuk in het boek over zelfreflectie... en de valkuilen en de zwaktes die ik zelf getoond heb. Ja. Waar ik vooral eigenlijk... Wat waren jouw grootste valkuilen? Want jij noemt dat wel in je boek een aantal. Mm-hmm. Het bewaken van mijn eigen grenzen. Ja. Ja, want ik liet haar natuurlijk over mijn grenzen heen gaan. En als ik vroegtijdig mijn grenzen had bewaakt... dan was het zover nooit gekomen. Ja. Maar in een relatie is het geven en nemen. Ja. En dat gebeurt vanzelf. Dat leg je niet op een weegschaal. Ja. Maar als het achteraf reflectie, maar dat weet je zelf natuurlijk net zo goed. Mm-hmm. Op het moment zelf heb je het niet in de gaten. Nee, nee. Dan ga je door, dan draaf je door. Dan ga je door. Helemaal in bezit genomen van die ander. Ja. Je wil ook niet loslaten. Nee, ik had eigenlijk... Zij wil jou niet loslaten, maar jij wil haar ook niet loslaten. Nou, ik was een soort, zo beschreef ik het op een gegeven moment ook, een soort ridder op het witte paard. Ik wilde haar redden van de dingen die haar vroeger zijn aangedaan, de dingen die haar op pad kwamen. Ja. En je partner was een schip met 20 kapiteins. Ja, ja. Vond ik ook een mooie zin. Ja. Ik heb er links en rechts wat zin uitgehaald. Van ik denk, ja, die zijn zo mooi treffend, zo mooi neergeschreven. Ja, vroeg ik dat straks al aan jou. Heb je het helemaal alleen geschreven? Heb je ook wat hulp gekregen van anderen? Nou, die metafoor die is ooit gezegd door een therapeut. En die heeft ooit gezegd, nou, je bent net een schip met 20 kapiteins. Laat elkaar nou eens uitpraten. Ja. Ja, dat was natuurlijk raak. Ja.